Vergeet Jan Jans en de kinderen, nu is er kwink. Zo, zo'n zo modern jongetje met geverfd haar. die de hele dag in zo'n zo ding staat te turen. met allerlei piepgeluidjes. En uh, uh, nou, dat jongetje dat kreeg een zusje. En toen kwam er een vriendje langs. En dat was een Marokkaantje. Quink heeft twee vaders, waarvan eentje uit Suriname. En de bekende oranje Je weet wel kater uit Jan Jans heeft ook een alter ego gekregen. Ik heb een verre nicht van hem bedacht. Dat is een grijze poes. En ik moet toegeven, zijn silhouet lijkt nogal dat op de, van de, de rode kater. De eerste tekst die zij zegt is. Laat ik één ding heel duidelijk stellen. Ik ben geen kater. Ik ben een poes van vrouwelijke kunnen wel te verstaan. En met katers heb ik het helemaal gehad. Jan Kruijs mag dan elf jaar geleden gestopt zijn met Jan Jans en de kinderen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nee, maar van zoiets wat een, een, een stuk van je leven is geweest 30 jaar lang, dag in dag uit daar kom je niet zomaar vanaf. Dat blijft altijd doorborrelen. En ook, ook vanaf buiten. Ik word er ook steeds meer nog steeds over aangesproken. En als hij dan gevraagd wordt voor een nieuwe strip, verschijnt na lang tekenen het jongetje Kwink. Kijk zo. Zo'n eerste schetsje. En dan voor de hond haal ik even iets van internet. Het type hond, dat wordt een basset. En zo ziet zo'n origineel eruit. Kijk, dan is het nog niet ingekleurd. Dat zijn echte pentekeningetjes. Jan Kruis heeft nu één strip van twaalf pagina's af. En als het aan hem ligt, volgen er nog meer. Jan Kruis is weer helemaal terug. Jan Kruis is eigenlijk nooit weg geweest, toch? Of wel? Nee. <laughs>